Er wordt al een paar weken in les gegeven, maar vrijdag werd hij officieel geopend. De nieuwe school van basisschool De Brug in Sint Maartensbrug. En bij een nieuwe school hoort ook een nieuw schoollied. Wijnand Ursem, we staan hier op het schoolplein van jullie prachtige nieuwe school. Gefeliciteerd. Dankjewel. Ja, uiteindelijk is het er toch van gekomen dat we in de nieuwe school terecht zijn gekomen. Het heeft wat jaartjes geduurd, maar we zitten er, gelukkig. Ja. Ja. En vandaag een feestelijke dag, want de officiële opening, hè? De officiële opening. Kinderen zitten nu 4 weken, hebben ze dus geproefd van de sfeer in het gebouw. En het leek ons eigenlijk wel van toepassing om het na een aantal weken te doen. En het is geweldig gegaan. Ja. Wat hebben jullie allemaal gedaan vandaag? Zang, dans, t-shirts beschilderen dat was dat, muziek. Dus ze hebben heel erg zijn ze aan een creatieve trekker gekomen. En ik moet zeggen dat degenen die het georganiseerd hebben, die het fantastisch gedaan hebben. Even terug naar het oude gebouw van jullie school. Dat was een school, ja, zoals die vroeger was, hè? Mooi oud schoolgebouw. Ja, kijk, voor mij een geweldige school. Ik geef bijna 40 jaar les op De Brug. Dus ik heb eigenlijk alles meegemaakt van de oude school. En ja, vorige keer heb ik het ook al gezegd, een beetje pijn in mijn hart heb ik dat gebouw verlaten. Maar de tand destijds was daar toegeslagen. En we zitten nu gewoon natuurlijk met alle faciliteiten die er van deze tijd zijn. En dat is gewoon het betere werk. Ja, want het mooie gebouw verlaat je, dat gaat dan wellicht met een traan. Maar je krijgt er iets moois voor terug. Toch nog wel een beetje weemoed naar het oude? Ik wel. Ik wel, dat geef ik meteen toe. Ik ben een van de oudere leerkrachten die al heel lang dus ook op de andere school gewerkt heeft. En ik heb echt een traantje. En af en toe laat ik nog wel een traantje. En ik ga nog wel eens naar het gebouw terug. Ik heb nog een sleutel, dus ik kan af en toe gewoon nog kijken. Ja. Echt een traan, ja. En de rest van het team? Nou, die hebben dat gevoel niet zozeer. Nee, niet echt. Nee. Maar toch wel een heel mooi nieuw gebouw, wat echt weer jaren mee kan. Ik denk dat dit gebouw zeker vorige week reunie van de oude school, 100 jaar. Nou, deze kan waarschijnlijk ook nog wel 100 jaar mee. Misschien tegen die tijd dat er dan weer hele andere dingen gebeuren. Maar wie weet gaan ze dan herbouwen en dan blijft het wel op deze plek staan. En dat zou voor het dorp een prima plek zijn. Ja. Vandaag in het teken van dans, muziek. En dat gaan jullie straks laten zien, want er is een nieuw lied gemaakt voor de school. We hebben een schoollied. Dat hadden we niet. Dus dat is nu het schoollied van De Brug is gekomen. En dat gaan we zo meteen presenteren aan de ouders. Met dansen en muziek maken en ja, van alles en nog wat. De vlag die officieel gehezen zou worden, maar hij wappert nu al. Maar goed, dat is een klein minpuntje en dat laten we voor wat het is. Ja? Nou, we gaan luisteren naar de muziek straks. Zo, ik zou zeggen veel plezier. Hey, kom je mee, dan gaan we samen terug naar onze mooie, fijne school. Onderzoeken